Willem Hut, oorspronkelijk uit Houlerwijk, nu ween je het in Waskemaar, maar sterk als een beer. Gerry Hekman, de winnaar van Feline hier en ook de winnaar van de Brandaris op Schielge. Het is ook een man die het van drege omstandigheden houdt. Goed 30 deelnemers in de wedstrijd, die het ook wel de helft van het noorden neemt wordt. Grote namen als Ingmar Bergaker, Rispijn Ariens en Mark Horsten ontbreken ze binnen in Seoul voor het WK. Het eerste rondje keert terug heim als eerbetoon aan Willem Poelstra die het op 16 oktober 1999 stoor aan een herstelstoon op de Jaap Edenbaan. De regen omstandigheden steun, Gimbeschool en een stevige win. Voor dadelijk een kopgroep met Dirk Fabriek uit Jobbegeer, Jouke Hogeveen, Frank Vreudehil en de Belg Frank Viers die dwaande is bij zijn laatste seizoen. Slagen mist, zei de oude Vries, en dat kan je wel zeggen. Zijn achterstand bedraagt dan al 1 minuut 40. Gerry Hekman, hij sleurt onder kop bij de achtervolgers. En ze komen in die wat dichter bij het rin, waarom nog 1 minuut 20. Maar nog hield hij die Seisman op kop bij de terugkomst naar 30 kilometer. Dirk Fabriek, hij neemt de tijd om even wat te eten. En zal blij zijn dat man als Gerry Hekman, Christijn Groeneveld en Carlo Timmermans op achterstand rijden. Dan Jouke Hogeveen, hij beziekt het voor te rijden, de man uit Amsterdam. De achtervolgers joggen wat naar elkaar. Maar dan krijgt op tijd is de gearwerking weer daar. En onder leiding van Dirk Fabriek bleef de kopgroep dan intact. Een liedgroepje is dan los uit het peloton. Onder omviering van Willem Hut beziek je Gerwin Smit, Rob Hardes en Jan van Loon bij de kopgroep te komen. Rob Hardes, hij neemt de kapper oer. En dan slag het, die achtervolging. En krijgen we een kapgroep van negen man. Mooi daarin, 12 Friesen. Het binnen Dirk Fabriek en Willem Hut. Deze wedstrijd is nog maar 1 keer terug op Fries won. In 1998 wie het Jan Oijse Kromkamp. En het is wachtje voor zelfs op een nieuwe Friese winder. En misschien slagen dat in deze 24e editie. Willem Hut, hij zet nog eens aan. Maar op mij komen er 4 man uit de achterhoede. En het binnen mijn nummer 9, Erwin Meissu. Mijn nummer 9, Carlo Timmerman. 92, Gerry Hekman, de winnaar van Feline hier. En mijn 27, Christijn Groeneveld. Ja, en nu wordt het een heel overhaal. De favorieten vooral Timmerman, Hekman, Groeneveld binnen een mooi kap. Maar de kopgroep van Sierman luidt al gauw weer uit elkaar. Dirk Fabriek, hij beziekt het dan nog om te klampen. En dan krijgt hij nummer 9, Meissu Kramp. En dan demareert het Willem Hut uit die kopgroep bij. Maar Christijn Groeneveld, hij zet de achtervolging in. Willem Hut, de man van barre omstandigheden. Dan is hij op zijn best, Finland, Zweden. Wijze zee, dan kende er ons leuren. En hij weet voor zelfs dat hij in een sprint neer te zieken had. Dus probeert hij solo naar de finish te gaan. De achtervolging is er inzetten. Dirk Fabriek die had het hier dreig. Ken het net bij volje. Christijn Groeneveld. Hij beziekt het dan bij Willem Hut te komen. En dan in de stritten van Hallem, maar nog 6 rondjes van 1400 meter te gaan. Is Christijn Groeneveld bij Willem Hut komen. En dan weet Willem Hut dat het voor hem dien is, want sprinten dat is net zijn ding. En hij boegt Jip de Holle voor Christijn Groeneveld. Farao tip terug Willem Hut. En die geeft een solo de finish. Willem Hut wordt tweede voor Gerwin Smit uit Staphorst. Ja, tactisch goed geweest, Rieders had ik goed. Ja, mensen zitten erin, hoe ze weer twaarde en je hebt plaatselijk omlopen. De voorsprong voor het ik maar voort was. Alleen nog had ik een kans en toen kwam Christijn Groeneveld bij me en toen werd het voorbij. En, ja, dit zit erin meer net en hier ben ik weer mee.